Op de website remove.bg kunnen we heel makkelijk de achtergrond van een foto verwijderen. Ik ga meteen een voorbeeldje tonen. We klikken op de grote blauwe knop upload image. Voilà, er opent zich een verkenner, uh, waarin we de foto kunnen gaan aanduiden die we willen gebruiken. In dit geval heb ik deze klaargezet. Dubbelklikken klikken. En terwijl hij de foto uploadt, wordt meteen al. Kijk, hier zie je het gebeuren. Wordt meteen al de achtergrond verwijderd. Het enige wat je dan nog moet doen, is het opnieuw gaan downloaden. Voilà, en dan gaat hij bij je download staan. Je herkent uh, de foto altijd uh, aan het achtervoegsel dat men automatisch toevoegt. Remove BG, dan weet je zeker dat is de foto zonder achtergrond. En dan kan je die meteen, als je verstandig bent, toch meteen vanuit je downloads gaan verplaatsen naar je OneDrive. En van daaruit. Op de website TonyTool bijvoorbeeld de foto gaan uploaden terug.